Goedemiddag, dag lieve kijkbuisvrienden en autoliefhebbers. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Exclusive Swiss Cars. Jeroentje Post hier. En wat is het leven toch weer mooi vandaag. Niet alleen dat de zon schijnt, maar vandaag rijden we in zo'n dikke vette Sjaak. Dat wil je niet weten. De ML 6,3 AMG. Nou, V8, 510 pk. De 6,3 wat als type aanduiding vaak wordt gegeven bij dit soort modellen. Is naar een verwijs naar een soort jubileum van de 300 SEL. En daarom wilden ze graag die 6,3 erop houden. Maar het is dus officieel een 6,2 V8. Ja, en het motorblok is dan weer nagekeken door iemand die bij Affalterbach AMG, dus een beetje het Ingolstadt van Audi. Maar daar is Christophe Glania degene geweest die deze motor even goed gecheckt heeft of ze alles wel goed in elkaar hebben gezet. Nou, en dat is zeker het geval. Want zo'n wagen als dit koop je niet alleen maar om rustig mee te toeren. Nee, het is af en toe ook. Ja, sorry. Ja, je hebt er niks aan als je zit te kijken van achter je bureau. Dat was allemaal sorry, cameraman. Ja, Auren, de cameraman, die wordt helemaal doodziek van mij natuurlijk. Maar weet je wat? Kijk even mee naar de specs. Want we gaan even naar de beauty shots. En dan kan je even zien hoe mooi deze eruit ziet. Let op, komt-ie aan. Als jij nou nog wat meer wil weten over deze wagen, check dan even de specs op de website. En kijk even naar die prachtige foto's die erop staan. Dus ik zou zeggen, ga lekker even kijken. En vergeet ook niet te liken en te subscriben. En als je nog een ander idee hebt over een auto die we een keer moeten doen, geef het even aan in de comments en dan komt het helemaal goed. Jeroen Post vanuit de ML AMG. Ik zeg dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende. Doei!